Oké, dit zijn de welkomst, dames. Zij staan hier bij Café V. Hoe is het om hier buiten te staan? Het is gelukkig niet koud. Nee, gelukkig niet. En het V-café vind ik erg mooi. We staan hier met een man van de brandweer. Hoe veilig is het om uit te gaan in Café V? Ik moet zeggen dat voor brandveiligheid in Rotterdam dat het goed gesteld is. Wat vind je ervan? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, het ziet er wel goed uit. En vooral beneden is het wel wat mooier geworden. Dus het is allemaal plus, plus, plus. Dus het is goed dat Rotterdam weer iets nieuws is in Rotterdam, dat mensen weer kunnen gaan komen kijken. Ja, eigenlijk komen we hier iedere week en ik vind het wel vernieuwend. Zeker boven en ik ben erg benieuwd of het eten straks erg lekker is. Dus volgende week maar eens een keer proberen. Ja, ik vind het ook wel, ik vind het mooi verbouwd allemaal. Zoals zij al zei, dat wij komen hier eigenlijk elke week. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is als alles overgaat en het echt feest gaat beginnen. Wat er is. We zijn met de Silverini hier en met de Lamborghini in Rotterdam, in de stad, op zo'n evenement. Ja, kan niet mooier. We zijn gevraagd om deze opening bij te staan met de auto's, ja. Muziek en racen. Oké, muziek en racen, dat wil zeggen snelle auto's, mooie vrouwen? Ja. Nou, dat was dan dus het antwoord. Ik heb alle auto's die buiten staan, daar was één van was voor jou. Ja. Ik kan bedoel ik. De rode. Er staan er twee. Er staan twee rode. De mooiste. Hey, we zijn hier met twee hele mooie dames van Bavaria. Hoe is het nou om een Bavaria lady te zijn? Heel erg spannend en een super ervaring eigenlijk. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Het is mijn eerste keer en ik ervaar het echt als iets heel erg leuks. And